Ik ben in Engeland geboren en getogen in Londen. Maar ik woon nu de laatste 6-7 jaar in Nederland. Goedemiddag mevrouw, komt u maar binnen. Maar oorspronkelijk komen we uit India. Dus dat is eigenlijk de route nummer 1. En daarna zijn we naar Afrika gegaan voor zaken, dus mijn voorouders. En daarbij zijn we naar Engeland gekomen due to Idi Amin that kicked us out of the country. En vanuit daar zijn we nu gevestigd in Nederland. Mijn oma was echt een bikkel. Die is echt mijn hero. En die heeft echt het leven meegemaakt. Vanaf hardship tot en met weet je wat we eigenlijk bereikt hebben. My family, the life that they lived and the things what they did to be here in the country in the West right now is they have really, really suffered. And to be there, like she's saved every single penny so my dad could start the business. Coming from Africa. Mijn vader die is aangekomen in Engeland. In ieder geval slippertjes, korte broekje en gewoon een kleine hemdje en een kussen. But the most important thing is in the Western country, as in England, Holland has given us opportunities. So if you give an Indian opportunity, we will take it with two hands. That's actually the motto of my my grandmother. And she said, never borrow. Always buy what you can buy. Otherwise, don't buy it at all. We will follow that as well. Mijn vader is het middelste van de 3 broers. En we zijn met zessen als kinderen, dus 6 nichten en even samen. Het is dat de unity, dat hebben vanaf kleins af alle 6 kinderen hebben de winkel eigenlijk geholpen. En omdat we ook andere moeders, vaders ook hebben. Dus dat is dat unity dat wij nooit vergeten. Onze kracht ligt bij onze familie. Ik ben puur op de Javastraat gekomen. Door het mooie Bollywood winkel wat naast me staat natuurlijk. Heel veel Hindoestaanse klanten. Daar tegenover hebben we de Sviva winkel. En daar heb je natuurlijk alle Marokkaanse artikelen die je nodig hebt om je taxita te maken. Zit in de saris. Naast mij heb ik ook een viswinkel. Tegenover mij heb ik Fred, het sigarenboer. Zeeman hebben we erbij. So if someone does come to the Zeeman, they will pass it and they will see my shop. Dus dat zijn je buren en die heb je ook heel erg nodig denk ik. En zonder je buren heb je niks. Ik heb natuurlijk een vaste klant, dat is van de Hindoestanen, de Surinaamse Hindoestanen. Maar we hebben ook natuurlijk ook Marokkanen. Ik bedoel, dat zie je ook heel veel in de winkel, Marokkaanse jurken. Er wordt heel veel aangetrokken en dat worden meestal uit onze stoffen gemaakt, dus sari-stof. Dit is zeg maar een originele sari. En dan zeg maar hiernaast hebben we de Marokkaanse taxita gemaakt van de sari. Dan heb je natuurlijk ook bestellingen die wij eigenlijk orders geven naar India en dat zijn echt bijvoorbeeld bepaalde kleuren en bepaalde design, bepaalde meters. Dan rekenen we in principe uit wat je nodig hebt en dan maken we foto's van. Als het kan, komen we terug met de prijs. Dus India is niet zo ver meer. Dat is eigenlijk wat ik wil zeggen. This is the lenga. This is the beautiful blue color, ocean color lenga. It's worn in a very special way, more of an Arabic way. You know, it's closed as a kaftan. And this is right now we created for the Moroccan community, Arabic community. En dan heb je ook natuurlijk ook Turken die heel veel rokken dragen. Maar anders krijgen we wel natuurlijk Nederlanders voor echt bepaalde dingen als gordijnen. Weet je, wat eigenlijk iets anders is met een andere kleureffect, dan komen ze graag bij ons. Het is echt multicultural, het is multicultural. Wat ik eigenlijk hier mis op de Javastraat, is niet echt wat ik veel mis, maar het is, we hebben de doelgroep. We hebben Turken, Marokkanen, Hindoestanen, Surinamers, Indiërs, Pakistanen. Dus het is niet dat we de doelgroep missen, maar we missen echt bepaalde gespecialiseerde winkels. We hebben horeca hier nodig. Misschien een koffiecompany of een Hema to go. In ieder geval branding companies, dat we eigenlijk hier wat hebben van let's go to de Javastraat. Zonder dat je eigenlijk groenten moet halen of dat je even souvenirtjes moet halen of je vlees moet halen. Dus echt bijvoorbeeld, ik zit ook in de luxe producten, dat zie je ook. Het is leuk om wat meer winkels te hebben in onze branche. Dat zou veel leuker zijn voor de Javastraat. Thank you.